Hallo kleine vrienden, welkom in Perzië. Oh, ben je verrast met te zien? Je verwachtte waarschijnlijk koning Nebukadnezar, nietwaar? Wel, mijn kinderen, laat me je vertellen wat er is gebeurd. Meer dan 60 jaar zijn verstreken sinds Nebukadnezar zijn droom had en zoals God beloofde, Babylon, het grote gouden hoofd van het beeld, is er niet meer. Nu heb ik de leiding. Mijn naam is Kores en ik ben koning van Perzië. Mijn koninkrijk vertegenwoordigt de zilveren borst en armen van het beeld. Weet je, hoewel twee armen samenwerken, is er meestal één sterker. En dus ben ik machtiger dan de mede. Ik heb ze overwonnen, maar ik heb ze samen met mij laten regeren. Samen worden we de Meden en de Persen genoemd. Eerlijk gezegd, kinderen, ik geloof dat de God des hemels me heeft geholpen Babylon te veroveren. De gebeurtenissen daar waren zo vreemd. Velen in die stad zaten rijkhalzend op me te wachten. En toen ik binnenkwam, applaudisseerden ze en accepteerden ze me meteen als hun koning. Voordien was ik erin geslaagd de Perzische stammen te verenigen. O ja, ik heb veel veldslagen gewonnen. Maar Babylon was een sterke stad en goed versterkt. Ze voelden zich veilig in hun stad en waren niet bang, ook al wisten ze dat we hen omsingelden. Het waren de priesters van Marduk die Babylon verraden. Weet je, de avond dat we binnenkwamen, had de hele stad een feestje. Als klap op de vuurpijl verscheen er een vreemde hand en schreef een bericht aan de muur in de feestzaal van koning Belshazzar, waarin hij aankondigde dat Babylon diezelfde nacht verslagen zou worden. De 70 jaar van gevangenschap, geprofeteerd door de profeet Jeremia, liep ten einde. Daniels God is heel precies. En weet je hoe ik in Babylon ben binnengekomen? Omdat de rivier de Eufraat door het midden van de stad liep, gebruikte ik een beetje strategie en groef ik kanalen om het water in andere richtingen te laten stromen. Op deze manier was de Eufraat niet meer zo diep. En omdat er zoveel in Babylon dronken waren, waren hun grote koperen rivierpoorten niet eens op slot. Ha! We gingen door de ondiepe rivier en liepen er zomaar naar binnen. Nu, mijn rijkdom is misschien niet te vergelijken met die van Babylon, maar ik ben een sterke koning en gezegend door God. Als Babylon het koninkrijk van goud was, is het mijne van zilver. Mijn koninkrijk is groot en we hebben veel zilver. Eigenlijk is alles van zilver. Interessant. Hey, ik heb gehoord dat je studeert over Bijbelse profetieën. Gefeliciteerd! Persoonlijk houd ik van Bijbelse profetieën. Wist je dat de profeet Jesaja meer dan 200 jaar voordat ik werd geboren over mij schreef? Ja, ik was ook verrast om dit te horen. Vanaf het moment dat ik mijn naam in de profetische boekrollen zag, besloot ik de missie te vervullen die mij was toegewezen. Ik zou de Joodse gevangenen bevrijden en hen helpen hun tempel te herstellen. Dus maakte ik een wet en vaardigde een decreet uit waarin werd bevolen dat de tempel van de God van Daniel herbouwd moest worden. Ik stond ook alle Joden die wilden terugkeren toe om terug te gaan naar Jeruzalem. Ik heb ze zelfs financieel geholpen. Maar weet je wat? Veel van de Joden wilden niet weggaan. Ze waren gewend geraakt aan het comfort hier en wilden niet zoveel opgeven om opnieuw te beginnen in het verwoeste oude Jeruzalem. Het lijkt mij dat het nu ook met veel christenen zo is. Het is moeilijk voor hen om Gods wil te doen, omdat ze de dingen van deze wereld lief hebben en er niet van willen scheiden. Uiteindelijk besloot een overblijfsel terug te keren. Deze kleine groep, onder leiding van Zerubabel, ging naar Jeruzalem en hij bouwde de tempel. Die was in ruïnes. De wederopbouw was niet gemakkelijk en ze hadden veel vijanden. Weet je, die vijanden waren lastig omdat ze deden alsof ze vriendelijk waren.
Ze boden aan om te helpen, maar in werkelijkheid wilden ze gewoon alles stoppen. Ze geloofden ook in God en hij is op afgoden, dus hun religie was een mengeling van waarheid en dwaling. En dat is heel erg gevaarlijk. Daniel zegt dat zijn God niet wil dat zijn volk nauwe partnerschap aangaat met iemand die geen ware gelovige is. Het is gewoon niet verstandig. Er is altijd een risico dat de gelovige wordt beïnvloed om Gods geboden te verlaten. Laten we eerlijk zijn. Het is gemakkelijker om lauw te zijn dan om trouw te blijven aan God. Wees dus heel voorzichtig, mijn vrienden. Doe niet mee aan het vermaak van ongelovigen en sluit geen partnerschap met hen. God profeteerde dat ik zijn herder en Messias zou zijn, omdat mijn werk sterk lijkt op het werk van Jezus Christus. God koos mij om Babylon te straffen voor haar zonde en verloste Gods volk uit Babylon. Ik verzamelde zijn schapen en bracht ze veilig naar Jeruzalem. Maar er is nog iets dat je zou moeten weten. God heeft jou ook gekozen om alle gelovigen die nog in het geestelijk Babylon zijn, te roepen om naar buiten te komen en zich bij zijn kudde te voegen. Tegenwoordig dienen ware christenen zich niet op het Jeruzalem hier op aarde te concentreren, maar op het hemelse Jeruzalem dat zal komen. Voordat hij terugkeert, wil Jezus dat zijn volk een geestelijke tempel bouwt, dat wil zeggen zijn kerk. Er zijn nog steeds veel trouwe mensen die de waarheidsboodschap moeten horen voordat Jezus terugkeert. Wil jij ook een overwinnaar en bouwer voor Jezus zijn? Ik hoop dat je dat doet. Hey, ik vond het erg leuk om met je te praten. Blijf die profetieën bestuderen. Tot de volgende keer, mijn vrienden.